Welkom bij de klaptafel. Wat een rust, wat een zengevoel. Jullie hebben al gehoord van Tina Turner natuurlijk, onze icoon, helaas overleden. En jullie weten het misschien niet, maar ik wel, want ik heb ooit een film van haar gezien. En daarin was ze bekeerd tot het boeddhisme. Wel, ik heb vandaag iemand uitgenodigd bij de klaptafel. Oh, ik voel me zo heerlijk hier. En hij gaat meer vertellen over boeddhisme. Ja, ik voel me heel vereerd, Johan, om mogen kennis te maken. Ik ben zelf geboeid door het boeddhisme. Wat wil eigenlijk het boeddhisme zeggen? Ja, voor mij, ik zal het vanuit de ik-vorm beschrijven, voor mij boeddhisme gaat vooral over een levenshouding. Hoe wil ik mij door het leven bewegen? Mm-hmm. Hoe wil ik in het leven staan? Mm-hmm. Maar natuurlijk ook hoe wil ik naar het leven kijken, het leven ervaren? En daarvoor vind ik het boeddhistisch gedachtegoed een zeer goede bron. Is u, want u bent getrouwd, is uw vrouw ook een boeddhist? Nee, ze is niet boeddhistisch. Zij noemt zichzelf vrijzinnig, humanistisch. Maar als ik bijvoorbeeld denk aan mijn schoonfamilie, ja, die zijn meer katholiek. Mm-hmm. Als ik denk aan mijn schoondochter, ja, dat is een moslima. Ja, dus diversiteit allemaal aanwezig. Ik vind dat je heel veel rust uitstraalt. Dat is een mooi compliment, dank je. Ja. En nu ben je natuurlijk aangekleed. Ja. Daar juist ook, dat bedoel ik niet zo. Dat bedoel ik, maar was je anders gekleed? Maar toen had ik niet het gevoel van, hey, hier staat een boeddhist voor mij. Daar hou ik van. Maar natuurlijk, als je naar een bijeenkomst gaat, dan doen jullie denk ik wel allemaal jouw kleding aan. Hangt af van de plaats waar ik kom. Ja. Maar is zeker geen must. Ik denk dat ik veel meer bijeenkomsten bijeenwoon, waar ik gewoon in een jogging ga, dan in die outfit. Ja. Stel, ik wil mij, ik weet niet of ik dat woordje juist zeg, bekeren tot het boeddhisme. Wat moet ik dan doen? Ja, bekeren is inderdaad nogal een zwaar woord. Zo, hè. Als je zegt, ik voel mij aangetrokken tot, of dingen spreken mij aan. De weg is niet zo moeilijk. Hè. Je kunt een boek lezen bijvoorbeeld, of een gesprek gaan met iemand om een keer te kijken, zo past dat wel een beetje in het beeld die ik over boeddhisme heb. Maar er bestaan ook allerlei verenigingen die regelmatig samenkomen en je kunt daar naartoe gaan en dan van binnenuit gewoon deelnemen en van binnenuit ervaren of je dat daar bevalt of niet bevalt. Ja. Zijn er bepaalde afspraken die je maakt? Zeer uitgesproken afspraken zijn er eigenlijk niet. Wat wel natuurlijk aangeraden wordt, is om uw leven niet hebzuchtig te zijn. Maar bijvoorbeeld als men gaat kijken naar iemand die een zaak heeft, heel concreet voorbeeldje. Ja, men zegt zeker niet van het is not done om winsten te gaan maken. Ja, nee, je moet je zaak ook gaan runnen. Maar de manier waar dat je waarop je uw zaak runt. Bijvoorbeeld, als je personeel hebt, ga daar op een menselijke manier en op een correcte manier mee om. En die winsten natuurlijk, maar natuurlijk mogen er winsten gemaakt worden. Als je extra veel winsten hebt, kun je eigenlijk met die winsten ook weer iets doen die de wereld een klein beetje beter maakt. Heb jij binnenkort nog een bijeenkomst, wat je zo ongeveer van buiten weet? Of? Zelf heb ik een, wat ik noem, een boeddhistisch geïnspireerde meditatiekring. Die gaat door elke eerste donderdagavond van de maand in Lanaken. Wat doe je dan op die avond? Mag ik dat ook vragen? Ja, dan mogen we. We mediteren 2 keer in een half uurtje. Mm-hmm. Dus dat is een volledige stilte. Er wordt niet gesproken. Ja? Dus je wordt heel sterk op jezelf teruggeworpen. Tussen 2 meditaties doen we meditatief stappen of kin-in. En wat is dat? Dat is zo heel langzaam wandelen, bijna naar slenteren toe. Dan vertel ik zoiets over het boeddhistisch gedachtegoed.
En we sluiten dan af met samen een metta-chant te doen. En dat is? Een metta-chant is eigenlijk goede wensen eerst voor uzelf, naar uzelf toe te wensen. En dan in het tweede gedeelte stuur je die de wereld uit. Al dan niet bewust naar iemand, maar dat kan bijvoorbeeld ook naar een gemeenschap van mensen zijn. Die metta-chant, ja, dat zijn dan goede voornemens. Hè. Bijvoorbeeld eentje, we zingen die in Sanskriet. Hè. Dan krijg je dan een tekst wel. Hè. Maar bijvoorbeeld, ik wens mezelf toe om vrij te zijn van vijandigheid. Is dat kosteloos, die avond, of moeten ze een bijdrage? Ik moet eigenlijk zeggen, jammer genoeg moet ik een bijdrage vragen. Maar dat is puur eigenlijk om de onkosten te dekken. Als iemand zich wil inschrijven daarvoor, waar kunnen zij terecht? Of heb je een website? Ja, ik heb een website. Ik heb ook een nieuwsbrief die ik maandelijks rondstuur. Ideaal, en dat is dan eigenlijk een beetje om praktische redenen, heb ik graag dat de mensen een signaaltje geven van ja, ik kom volgende donderdag langs, ik kom deelnemen. Kan je me de website een keer zeggen? Ja, zeker. De website is www.meditatie-en-boeddhisme-in-limburg.be. En daar kun je je ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Mantras is ook heel belangrijk in het boeddhisme. Ja, er worden mantra's gereciteerd. Er bestaan een heel pakket aan mantra's. Heel vaak in die mantra's, om door te reciteren, is ook een herinnering aan bepaalde leefintenties, bijvoorbeeld aan gedachtegoed, aan bepaalde figuren die geleefd hebben, die bepaalde stellingen gedeponeerd hebben. Om dat altijd zo telkens opnieuw onder de aandacht te brengen, als een soort wegwijzer. Ik heb mij voorgenomen om die richting uit te gaan. Daarstraks had je een andere sweater aan of een t-shirt aan. Ja. En ik zag daar zo precies een symbool van een bonsai. Ja. En toen vroeg ik, was mijn vraag, heeft het boeddhisme iets te maken met bonsais? Zo direct rechtstreeks niet. Natuurlijk, als ik een zijsprongetje maak en ik denk dan aan de Japanse vormen en Japanse stijlen. Bijvoorbeeld in de Zen-boeddhisme, heel sterk, wordt benadrukt om uw aandacht gefocust te kunnen houden. En daar bestaan een hele waaier van oefeningen in. Meditatie is een heel belangrijke, de stille zittende meditatie, of shikantaza wordt er genoemd. Maar ook werken in aandacht. En werken in aandacht kan van alles zijn. Meestal gaat het dan over heel eenvoudige taken, zoals bijvoorbeeld afwassen of bladeren harken. Echt? En in, ja, inderdaad. Ik wil heel graag dat mijn man dan ook tot het boeddhisme, want dan kan hij afwassen. In aandacht, ja. En er al zo overwogen om dat eventueel samen te doen. Zeker. In verbondenheid, samen in aandacht. Dan zie je die boeddha-beeldjes. Mm-hmm. Ja, bijna half naakt, allee, dat ze zo'n dikke buik hebben. Die met de dikke buik, die met de dikke buik, ja. Hè? Ze hebben mij, ik weet niet of dat een fabeltje is, ze hebben mij altijd gezegd, je mag een boeddha niet kopen, je moet die krijgen. Ja. En wat is jouw antwoord daarop? Wel, het is natuurlijk altijd heel fijn als je een boeddha krijgt. Enkel natuurlijk hier in het Westen, we zijn daar niet zo mee vertrouwd. Maar je hebt dan een verwijzing gemaakt naar die boeddha-beeld met zo die dikke buik, mm-hmm. die je in elk Chinees restaurant wel ziet staan. Hè. Yeah. Eigenlijk is dat zo een boeddha, ja, de happy boeddha wordt die in het Engels genoemd. Eigenlijk als je zo een restaurant binnen zou komen en je ziet zo'n beeld staan, eigenlijk om zo een keer over die buik te wrijven, dan wens je uzelf voorspoed en geluk en zo vredigheid enzovoort. En bijvoorbeeld in China is het gebruikelijk, of is dat een van de gebruiken die bestaat, als je op bezoek gaat, dat je een boeddha-beeldje geeft met bepaalde typische kenmerken als geschenk aan degene die jou ontvangt. Muziek.
je zegt, je hebt maandenlang aan dat gewerkt. Aan die rakkersroep bedoelt je? Ja. Dat is iets anders. Hè. Dat is wel los van dat pak natuurlijk. Hè. Ja. Dat is die verwijzing naar die geloften. Hoe dat in elkaar zit, dat is, even denken, 36 bladzijden tekst. Dat is zo'n tekst, 36 bladzijden, daar staat dan in, ja, je moet dan zo'n stuk stof gaan kopen. En dan moet je dat begint dat met in stukjes te knippen. Van eigenlijk zijn het repenstof, dus lange repenstof, die je dan in het midden dan in bepaalde patronen moet vouwen. En daarom dat je dan die kijk, van dat is gevouwen, hè. Voor mij is dat een geheugensteun, niet meer en niet minder. Ja. Een geheugensteun aan... Ja, de geloften die ik afgelegd heb, al een herinnering aan, wat waren die geloften ook weer? Op het moment dat ik dat omdoe, dus ik, bijvoorbeeld als ik mediteer, als ik thuis mediteer, doe ik die om, een herinnering, wat heb ik in de tijd toch maar allemaal beloofd om te doen? Waar heb ik mij voor geëngageerd? En werd je emotioneel toen hem af was? En toen je hem de eerste keer omdeed? Ja. Dus de officiële ceremonie. Maar dat duurt lang hoor. Daar zit je maanden mee bezig. Is dat? Om dat te naaien. Waarom? Dat is met de hand genaaid. En kon je naaien? Nee. Dus dat naaien met de hand. Dus er zijn natuurlijk heel veel steekjes. En je vraagt geen hulp. Je doet dat niet machinaal. Enzovoort, enzovoort. En bij elke steek zeg je een mantra op. Wauw! Dus dat betekent... Oeh, dat zijn veel steken, hè? Dat je daar heel lang en heel intens... Het is niet zo van, ik ga dat hier op een avond gaan aflappen. Nee, dat werkt niet. Hoe lang heb je eraan gewerkt? Maanden. En dan zo, als die af is, moet je die laten zien aan je leraar. Of die oké is, of die fatsoenlijk genaaid is, indien niet, als je zegt, ja, het hangt toch wel wat scheef van elkaar en zo, dan moet je opnieuw beginnen. Oh nee, en dat heeft allemaal te maken met die gelofte dan, wat je dan aflegt. Dat is een van de oefeningen die je doet, vooraleer dat je geloften aflegt, dat is zo naar rakkerso maken. Hoe, kun je dat een klein beetje langzaam gaan? Ra-ka-so. En wat betekent dat ringetje? Dat ringetje is een symbool, ja, dat is zo de Enso-cirkel. Daar zit je nogal een keer terugkomen. Het staat eigenlijk symbool voor de leegte. Ik als mens kan als individu niet onafhankelijk bestaan, los van al het andere om me heen. Hoe noemt het pak weer wat je... Dat is Samu-pak. Samu-pak. Ja. En het teken wat daarachter? Ja, dat tekentje. En wat betekent dat? Er bestaan verschillende tradities. En ooit, ver terug in de tijd, bestond er een noordelijke en een zuidelijke traditie. En die hebben elkaar verenigd. En dat is eigenlijk een takje die gebroken is. En dan terug staan. Die toch één geheel geworden is. Ja. En wat doe je nu? Hetzelfde, like bij de steek. Dus als je die aandoet en afdoet, moet altijd je een herinnering zo van... Eén. Oh, dat vind ik geweldig. Als je die afdoet, terug ook. Voilà. Maar contact maken met de aarde, bijvoorbeeld in de meditatiehouding, een van de aspecten is ook belangrijk, contact maken met de grond waar je zit. Het zijn via je voeten, afhankelijk van de houding dat je neemt. Ja. Dat je gegrond bent, geaard bent, gedragen wordt door. Ja. Zit er ook in, hè. Schilder ook, zal dat nog meer. Ja, ik ook. Ja, ook? Ja, ik dan gaan we nog eens kijken op mijn atelier. Oh, dat is ook mooi. Heel mooi. Ik heb je op langs opnieuw vernist. Zit je hier wat we noemen een Enso-cirkel? Is dat die cirkel waar je het over had? Wauw. Ja. Maar heel vaak word je zo met een penseel zo gedopt in Chinese inkt. Inkt. En je moet je dan op een bepaalde manier schilderen, maar eigenlijk in één vloeiende beweging. Zo meer een landschap zo. Maar je ziet daar precies dat daar toch dat Japansachtig in zit, hè? Voor een stuk. Ja, en zeker de laatste jaren zo. Ja, ik vind dat. Dat is een beetje natuurlijk. Oh, mooi. Een mandala al van gehoord waarschijnlijk. Ja.
De meest eenvoudige mandala is altijd een vorm van cirkels en vierkanten. En toch ook weer die bomen. Ja. Ik heb En juist. de meest eenvoudige, ja, ene cirkel en ene vierkant, ja, minder Ik kunnen er niet in zitten, hè. haak mandala's. Ja, kijk eens aan, kijk eens Ik haak aan. Ja, mandala's. dat is hier een landschap, hè. Ja? Een berglandschap. En staat er wat in een berglandschap wat heb je, als je daarin wandelt, ja, je ziet nooit het einde zo. Omdat je altijd ja, tegen andere bergen blijft aankijken. Ook al beweeg je daardoor, hè, er komen bergen achter u, maar altijd terug opnieuw. En dan hoopvol ja, de ruimte inkijken, de hemel inkijken, een zon die ontwaakt, een pop van een vlinder die uit aan het komen is. Die dan nog een keer extra beschermd zit in een bel, zo. Wat ik exposeerde, als ik een werk verkocht, kreeg je van mij ook een certificaat erbij van originaliteit. Dus het is ja, geen kopij, het is uniek. Ik maak ook nooit geen tweede. Dank u voor u en uw man, hè, voor de inspanning toch tot er hier te komen en voor het fijne en boeiende interview met de verrassende vragen. Dankjewel, Johan. Dankjewel. En ik zou zeggen, tot volgende keer. En wil je ook een keer meer weten over het boeddhisme? Johan neemt je aan met open armen. Ik zou zeggen, tot volgende keer. Dag. En ik doe een gastje.